De afgelopen zomer ontbrandde er een hevige strijd los in de Duitse politiek. En wel over een belangrijk onderwerp. Een aantal politici uit de regering wil namelijk een belangrijke klimaatmaatregel invoeren. Zogenaamde Heizungsgesetz. Heizungsgesetz. Gebäudeenergiegesetz. De overstap op duurzame verwarmingen om huizen te verwarmen. Ook wel het Heizungsgesetz genoemd. Of de Building Energy Act. In deze video vertellen we je over de energiewende, de Duitse energietransitie. En vertellen we je alles over dit apparaat, de duurzame warmtepomp. Wat is er nou zoveel om te doen? Duitslandweb legt het je uit. Het Heizungsgesetz is een maatregel die onderdeel is van een grote energietransitie. Duitsland wil in 2045 namelijk volledig klimaatneutraal zijn. En dat leidt tot grote spanningen binnen de Bondsdag, het Duitse parlement. Want niet iedereen is voor. Dieses Heizgesetz ist der Gipfel der Respektlosigkeit gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Der Gesetzentwurf kann nicht so vom Bundestag beschlossen werden, wie er jetzt als Beratungsgrundlage vorgelegt wird. Ihr Heizungsgesetz ist ein Vertrauensverlustgesetz. Um deze ingewikkelde kwestie te begrijpen, moeten we eerst even terug naar de basis. De energiewende verwijst naar het beleid en de inspanningen van de Duitse overheid, het bedrijfsleven en de burgers om over te schakelen van fossiele brandstoffen en kernenergie naar hernieuwbare energiebronnen. Duitsland heeft namelijk net als Nederland een hoop klimaatdoelen gesteld. Deze nieuwe wet stelt dat verwarmingen op gas en olie op den duur moeten worden vervangen voor duurzame warmtesystemen. Maar die wet kwam er niet zomaar doorheen. Das Gesetz, über das Deutschland so viele Wochen und Monate diskutiert hat, heißt Gebäudeenergiegesetz. Und jetzt kommt es in den Deutschen Bundestag. Dit is Robert Habeck, vice-kanselier en minister van Klimaatbescherming. Je zag hem net al even voorbij komen. Habeck is onderdeel van De Groene, een centrumlinkse milieupartij. En hij is de grote architect achter deze nieuwe wet. Dieses Gesetz schafft Rechtssicherheit, es schützt die Verbraucherinnen und die Verbraucher vor den hohen Energiepreisen, es sorgt dafür, dass die Kommunen und die Verbände mitgenommen werden, es sorgt für eine soziale Ausbalancierung des Gesetzes, es ist ein gutes Gesetz. Voorstellen van Habeck over duurzame verwarmingen werden constant afgeslagen door de liberale partij, de FDP. Daarmee zitten de Groenen en de SPD, de Sociaaldemocraten, in een zogenoemde stoplichtcoalitie. Ofwel Ampelcoalition. Er moesten veel concessies worden gedaan. De FDP vond namelijk dat de wet bedrijven en burgers op hoge kosten jaagt. De wet moest en zou worden aangepast. De ruzie in de regering over de wet werd breed uitgemeten in de Duitse media. Bijvoorbeeld in de Duitse Bild-Zeitung, het grootste tabloidkrant van Duitsland. De kwestie werd stevast de Heizhammer, ofwel Stookhamer genoemd. En het leidde er zelfs toe dat het vertrouwen in de regering onder de Duitse bevolking daalde. Uiteindelijk werd er op 8 september ingestemd met de herziene wet. En dit is wat ervan is overgebleven. In nieuwbouwwijken mogen er vanaf 2024 alleen nog verwarmingssystemen worden ingebouwd die voor meer dan de helft op duurzame energie draaien. Daarbij heeft de Duitse overheid subsidieregelingen ingesteld om de Duitse burger tegemoet te komen in de kosten. En wie minder verdient, krijgt meer steun. Ongeveer 3/4 van de Duitse verwarmingen draait nog op fossiele brandstoffen. In de praktijk betekent dit dat wanneer een gas- of stookolie aan vervanging toe is, mensen verplicht worden om op den duur over te schakelen op een elektrische warmtepomp. Maar hoe werkt zo'n warmtepomp nou? Het basisprincipe van een warmtepomp is de verplaatsing van lucht van een koudere ruimte naar een warmere ruimte. Dat wordt bereikt door gebruik te maken van een koelmiddel. Dat is een vloeistof die gemakkelijk verdampt bij lage temperaturen en warmte absorbeert uit de omringende lucht, de grond of het water. Daarna wordt de lucht samengeperst in een compressor. En de warmte die daarmee wordt gecreëerd, kan worden gebruikt om het huis op te warmen via leidingen. Bijvoorbeeld voor het water in de douche of in de keuken. Goedkoop zijn de warmtepompen niet. Er was veel discussie in het Duitse parlement over hoe de Duitse bevolking zo'n warmtepomp gaat betalen. Daarom zijn er speciale subsidies aangekondigd bij de invoering van de wet. En dat is hard nodig, want een warmtepomp kan soms wel tot in de tienduizenden euro's kosten. En daarnaast zitten er nog andere voor- en nadelen aan deze nieuwe wet. So the challenges are that the heat pumps are not fitting for every house. So in general, so at the moment we have also the availability of heat pumps, so there are not enough heat pumps to fulfill the demand that we have. But in general,
in particular for old houses, which need higher temperatures in their systems. Heat pumps are not the right technology, but for new houses, particularly in the rural area, they are like a perfect solution. Daarnaast zitten er nog andere voor- en nadelen aan deze warmtesystemen. Janke Hansen is aannemer uit Hamburg en hij vertelt over de voor- en nadelen van deze systemen. Das Problem bei den Wärmepumpen ist, dass sie schwerfällig sind. Also sie bewegen sich nicht auf und ab. Wenn man früher eine Gasheizung hat und man möchte es warm haben, dann dreht man am Thermostat und es ist warm. Es reagiert sofort. Und die Wärmepumpen reagieren ganz langsam. Das heißt, wenn an einem Tag so wie heute ist es morgens kühl. Die Wärmepumpe braucht, um die Temperatur zu erreichen. In 3 Stunden wird es schon warm. Die Wärmepumpe fährt sofort wieder runter. Das heißt, es kann sein, dass es draußen viel wärmer ist als drin, weil die Wärmepumpe langsamer braucht. Das ist eigentlich so, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Een van de klanten van zijn aannemersbedrijf heeft zelf ervaren wat er allemaal komt kijken bij de aanleg en aanschaf van zo'n nieuw warmtesysteem. We hebben vroeger zeer veel geld uitgegeven met een oude gasheizung, daar waar we vroeger gewoond hebben. En die prijzen zijn gestiegen en gestiegen. En we gaan nu in het alter en misschien bald in die rente. En dan hebben we ons gedacht, met het geld wat we dan nog hebben, moeten we huishouden en die energiekosten runterfahren. Und deswegen haben wir uns auch für diese Wärmepumpe entschieden. Die ist aber jetzt erst eingebaut worden, weil wir nämlich tatsächlich 14 Monate gewartet haben, seit wir sie geordert haben. Also seit wir damals den Vertrag gemacht haben und den unterschrieben haben. De Duitse Regierung heeft een compromis bereikt, maar daarmee is de discussie nog niet klaar. In de praktijk moet er nog veel veranderen voordat alle Duitse burgers er daadwerkelijk warmpjes bij zitten met behulp van een duurzaam energiesysteem. Om nou op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom Duitsland en de energiewende, abonneer je dan op het kanaal van het Duitsland Instituut en houd de website van Duitsland Web in de gaten. Tjus!